Hoe vond je Rutte bij Biden? Hoe vond ik Rutte bij Biden? Nou, ik moet zeggen dat ik nogal verbaasd was dat hij achter een bureau mocht zitten. Met de telefoon? Ja. Was ik wel verbaasd. Vond het wel geestig, ik weet niet wat. Wat schreef de krant ook alweer? Dat de Dreumissen mocht ook tijdelijk achter het bureau. En dan staat je weer dat gedoe met de machtigste man ter wereld. Dat vind ik ook. Ik lees dat liever niet. Dat is kletskoek. Biden is zeker binnenlands, zijn de mogelijkheden van een Amerikaanse president zeer beperkt. En ja, de wereld zit ingewikkelder in elkaar dan dat Amerika in een volstrekt alles dominerende positie inneemt. Dat is niet zo. Het gaf wel even de verhoudingen weer tussen Biden en Rutte inderdaad. Ja, ik begrijp dat ze goed met elkaar konden opschieten. Dat kun je je best voorstellen. Ik bedoel, Biden is een beroepspoliticus. Rutte is een beroepspoliticus. Die zien allebei wel het nut in van zo'n beetje amicaal. Je voelt dat wel, hè? Een beetje amicaal. Hand om de schouder. Dat is ook een heel bepaalde habitus. Ik geef er persoonlijk niets voor, maar goed. Wat is het belang van dit soort bijeenkomsten? Nou, ik denk dat je een goede relatie met Amerika is natuurlijk voor elk land. Of je nou NATO-lid bent of wat dan ook, is dat een zaak van enig gewicht, ja. Het is wel een zaak dat ze geen flauwe dingen gaan doen. En als je namelijk iets doet wat Amerika absoluut niet bevalt, zijn er voorbeelden van dat ze dan verdomd vervelend kunnen zijn. En dat was met die, hoe heet het, maar dat is weer een tijd geleden. Toen wij, omdat je vanwege die NATO, hè, dat is dus artikel 5 van de NATO, is dat één oorlog tegen één is een oorlog tegen allen. En dat Nederland toen, ik ben nou vergeten, dit incident, op welk waar en hoe, maar dat Nederland zei, ja wacht even, maar we willen daar eerst eens goed over nadenken voordat we dat allemaal gaan bevestigen. Nou, dat werd ons enorm kwalijk genomen. Sowieso, je Rumsfeld die heeft toen nog gedreigd om de hele NATO-hoofdkwartier van Brussel. Hij vond dat die Europeanen veel te kritisch waren. Dat het van Brussel naar Warschau zou worden verplaatst. Maar ze wel dankbaar waren voor de Amerikaanse aanwezigheid. Wat op zichzelf niet onjuist was natuurlijk. Maar bij alle immense verontwaardiging, terechte, volkomen terechte verontwaardiging over het optreden van Poetin tegen de Oekraïne, vergeten we nogal vrij makkelijk dat de Amerikanen natuurlijk in 2003 een volkomen achterlijke grootschalige militaire interventie in Irak hebben ondernomen. Nou was die Saddam Hussein een ongelooflijke boef en een moordenaar, maar ja, het deugde niet. En daarna in Afghanistan, waar wij ook al mee hebben gedaan. Nou ja, iemand schreef ook in die reacties, we zijn nu al gaan organiseren voor tribunalen waartoe Poetin berecht zal worden. Wat je voelt wel aan je water nooit zal gebeuren. Maar dat schreef ook iemand. Ja, hoe zit het eigenlijk met, je bent de Amerikaanse president. Is dat allemaal goed wat de Amerikanen hebben gedaan? Nou nee, dat is natuurlijk niet zo. Ja, een interventie die volledig gebaseerd was op leugens. Wel, vrij welbewuste leugens. Wat vond je ervan dat Rutte ook aankondigde toen hij daar was bij Biden, we gaan Oekraïne helpen? Nog meer. Ja, dat was natuurlijk hartstikke mooi. Zeker natuurlijk, aangezien Amerika natuurlijk toch de grote helper van de Oekraïne is gebleken. Ook in deze crisis is opnieuw gebleken dat je Amerika niet missen kunt. En dat is natuurlijk, voor Europa moet wel goed nadenken over. Kijk, dit zou allemaal heel vanzelfsprekend en niet al te onrustbarend zijn. Als Amerika in principe ook voor de naaste toekomst een betrouwbare partner zou zijn. Maar dat is het niet. Ik bedoel, iedereen zal toch die verkiezingen van Kevin McCarthy hebben gevolgd. Dan weet je dus dat de waanzin daar aan de macht is. Ik zag Kevin McCarthy in intieme omstrengeling met Marjorie Taylor Greene. Nou ja, dan weet je wel eens een beetje hoe laat het daar is. Die vrouw is geestelijk gestoord. Wat gebeurde daar? Nou ja, die stonden gezellig naast elkaar. En het was duidelijk dat Kevin McCarthy het allemaal ontzettend leuk vond. Ja, ik vind dat ontzettend zorgelijk. De tragiek van Amerika is natuurlijk dat het, dat heb ik eerder gezegd, het is een fantastisch land in allerlei opzichten. Maar het heeft een onmogelijk politiek systeem. Vergeet dat niet, dat Trump in elke normale democratie nooit president was geworden.
En dat we absoluut niet, want je kunt natuurlijk zeggen, ja, hij is beschadigd. En de kan, oké, hij is beschadigd. De kansen zijn voor het 24 misschien minder geworden. Maar is die out of the race? Nee, dat is die ook weer niet. En wat maakt Amerika betrouwbaar? Wat is daarvoor nodig? Een stabiel politiek systeem? Ja. Een systeem wat niet gevoelig is voor een soort autocratisch populisme. Voor, laten we zeggen, Trumpiaanse uitbarstingen. En ik zeg niet voor niks Trumpiaans. Ik maak er een soort ideologie van. En ja, dat is een ideologie dat de rest van de wereld de moord kan stikken. En dat de rest van de wereld toch alleen maar probeert om Amerika te misbruiken. Hè? Nou ja, denk aan Trump, die van mening was de Europese Unie in een schandelijke manier misbruik maakte van de Verenigde Staten. In feite moest worden beschouwd als een vijand van de Verenigde Staten. Ja, dan zit je wel met een probleem. Maar dan is Amerika altijd toch een onbetrouwbare partner al geweest? Nou, in sommige opzichten ja. Amerika heeft overigens, niet waar, altijd wordt Amerika geafficheerd als de leider van de rules-based world. Amerika heeft zichzelf nooit aan de rules gehouden, never. Dat is al jarenlang zo. Als mensen het niet willen geloven, sorry, dames en heren, kijk nog eens in de Wikipedia, altijd even nuttig. Daar staat een enorm uitgebreid lemma over alle verdragen die Amerika nooit getekend heeft en een groot deel van de rest van de wereld wel. Dus dat is al heel interessant om dat daar eens een blik op te slaan. Vooral ook omdat vaak de Senaat niet akkoord gaat met zaken die de regering wel getekend heeft. Maar je weet, bij alle verdragen die Amerika sluit, moet de Senaat met 2/3 meerderheid besluiten om dat te bekrachtigen. Zo niet, dan is het niet bekrachtigd. Dus dat speelt al een rol. Dus heeft Amerika zich altijd aan de rules gehouden? Nee, absoluut niet. Tegelijkertijd natuurlijk was de Verenigde Staten jarenlang, sinds de Tweede Wereldoorlog in feite, en sinds het begin van de Koude Oorlog, garandeerde de Verenigde Staten dat zij ons in nood zouden kunnen en willen beschermen. En aangezien ze verreweg de omvangrijkste militaire macht op aarde zijn, en de meest moderne militaire macht op aarde, is dat wel een prettige garantie. Maar als natuurlijk als een Trumpiaanse politieke opvattingen, als die daar in feite steeds tot de potentiële mogelijkheden behoren, ja, dan kun je daar ook niet op rekenen. Hè, wat Merkel zei, we staan er nu alleen voor, is niet irrelevant geworden. Wij staan er alleen voor. En daar is in Europa nog een hoop werk te doen om Europa de eigen kracht er alleen voor te laten staan. Hoe kijk jij naar de Duitsers die heel erg twijfelen over die tanks? Ja, die worden enorm scherp bekritiseerd natuurlijk. Omdat we eigenlijk allemaal verwacht hadden dat ze die Leopards wel zouden leveren. Ik vermoed dat dat toch wel zal gaan gebeuren. Maar ze hebben het er moeilijk mee. En dat wortelt uiteindelijk in de Duitse geschiedenis. En daar heb ik wel begrip voor dat ze dat nog steeds als een factor zien. En dat ze steeds gekoerst hebben op het idee. En ook zij zijn natuurlijk, als er nou één land niet waar onderuit gehaald is door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, dan is het natuurlijk Duitsland. Wat altijd gemikt heeft op een redelijke verstandhouding met Rusland. Wel zich realiseren dat Rusland daar nu eenmaal is en niet weg zal gaan. Dat Rusland een klotenland is. Ja, het een mag je eigenlijk wel zeggen, het ander is nog twijfelachtig, bijna in een podcast in ieder geval. Nou ja, dat Rusland een afschuwelijk land is in allerlei opzichten, daar gaan we nu verder niet op in. En dat je daar dus wel, dat we te veel gemikt hebben zonder twijfel. Ik heb dat zelf ook gedacht, dat we te veel hebben gemikt op de koele rekenkunst van de Russen. Dat we hebben, althans ik heb het. Sentimentele kletskoek over imperiaal en ik weet al niet wat, dat heb ik ook enorm onderschat. Ja, ik sprak van de week iemand. En de Duitsers ook. Iemand zei van de week, die zei ja, toen Maarten dat zei, ze vallen niet aan en het gebeurde toch, ben ik wel even afgehaakt bij de podcast. Toen dacht ik, ja, die van Rossum, die kan lekker praten, maar wat... Ja, dat is natuurlijk vrij suf, want hij kan beter luisteren. Zoals ik vaak heb gezegd, ik ben een vervent aanhanger van het Britse weekblad The Economist, ben ik het altijd mee eens? Nee, helemaal niet. Maar niets is zo nuttig dan om intelligent commentaar te lezen waar jij het in principe niet mee eens bent. Want dat dwingt je om zelf na te denken. En dus hier is het zo, dus als meneer het er niet mee eens is, dan zet hij baf, dan zet hij de knop om.
Ja, sorry, maar dat heeft heel weinig te maken met rationeel gedrag. Zou zich moeten schamen eigenlijk. Nee, maar hij zei niet dat hij het niet mee eens was. Jouw voorspelling kwam niet uit. En toen dacht hij, ja, wat is de voorspelling van Maarten eigenlijk waard? Nou, niks. Maar de voorspelling van de meeste mensen is niks waard. Niet waar. Wie zich in het openbaar uitlaat over ontwikkeling in de toekomst, weet vrijwel zeker dat een aanzienlijk deel van die voorspellingen die hij doet, dat die zal worden afgeschoten. Maar je stond toch gewoon een beetje... Als je trouwens naar die uitzending kijkt waar ik dat zei, dan zul je zien dat alle aanwezigen het grondig met me eens waren. De NAVO-man niet. Nee, mijn NAVO-man was de week daarvoor. Ja, maar die heeft wel heel duidelijk gezegd. Ik ben ja, net maar ik vertrouwde de Amerikanen niet. En dat was in dit geval was dat niet verstandig. Ja, en toen zeiden mensen nog, ja, Maarten zat door de NAVO-man heen te praten. Die kon zijn dingen helemaal niet doen. Ja, dat lag aan de presentatie. Die mij niet voldoende kans gaf om te zeggen wat ik graag wilde zeggen. Hmm. Ja. Want dat ze die NAVO-man zo ontzettend belangrijk vonden. Dat ze die gekregen hadden. Die bereid was te komen en zo. Dat irriteerde mij. Ja, maar hij stond toch een beetje bekend als de meeste voorspeller na 9/11. Ja, omdat ik zei, ook weer op grond van puur rationele overwegingen, dat het niks met wereldoorlog te maken had. Overigens, nu hoor je ook, dit kan zomaar ontwikkelen, die zaken in Oekraïne tot een wereldoorlog, dat is lulkoek. Een wereldoorlog van wie tegen wie? Rusland is een tweederangs mogendheid. Dat Rusland zoveel narigheid veroorzaakt, ligt aan het feit dat ze wel tot machtsontplooiing kunnen raken in hun grens, hun eigen grensgebied. En dat we ons energietechnisch afhankelijk hadden gemaakt van de Russen. Maar als oorlogvoerende natie is Rusland een tweederangs land.